En ik liep er gewoon naartoe en ik dacht, ik confronteer diegene. Nou, ik schaamde me dood. Goedemorgen, good Monday. Ik heb net boodschappen gedaan, even om te ontbijten. En toen zag ik deze in de aanbieding. Voor 1 euro. Nu lekker eten. En ik ga lekker mijn vlog editen. Oké, dus de stroom is uitgevallen. En dat gebeurde gisteren al een aantal keer. Vandaag zou die uitvallen tot 2 uur. En nu is het 5 uur geworden. En ik moet nu mijn vlog editen. Dus ik ga naar mijn tantes toe. Die heb ik gevraagd of ik daarheen kan komen. Even in mijn joggingstraatje. Ik had hieronder ook een mooie top aan. Die ik eigenlijk aan wilde doen. Maar mijn vestje is nog niet droog. En normaal maak ik hem dan droog. Maar de stroom doet het niet. Help. De oprichter van Gio. Ons huis. En kijk eens. Hallo, goedemorgen. Wie hebben we hier mee? Hallo, snoetekat. Snoetie. Maar kijk eens even, jongens. Oké, nou, ik wilde dit eens even op pauze zetten. Hier is een pipi. Ik weet niet of hij nou vast zit. Ja. Want ik ben lekker mijn loentje uit. Oh, god. Want ik ben een lekker meloentje aan het eten. En een heerlijke, hoe heet het? Miniola. Zo lekker. Echt mijn favoriet. Ik heb liever dat dan chips. Ik heb alleen zin in chips. Misschien als ik ongesteld moet worden of als ik heel erg honger heb. Oh my god, ik ben weer zo vrolijk. Oh my god. Een gloednieuwe dag. Ik heb hier alweer eventjes helemaal opgeruimd. Het lijkt daar nog één grote zooi, maar dat heb ik allemaal afgewassen. Als ik slecht heb geslapen, blijft alles overal liggen. En nu heb ik weer een goede dag, heb ik goed geslapen. En dan heb ik alles gelijk weer. Ja, maar oprecht, wat vinden jullie leuk om te zien in mijn weekvlogs? Is dat bijvoorbeeld dat ik naar dingen toe ga? Is dat dat ik met vrienden afspreek? Ja, ik ben trouwens nog niet echt naar iets toegegaan. Dus laat ik dat even gaan plannen deze week. Ja, wat vinden jullie leuk om te zien? Ik ben benieuwd. En vinden jullie weekvlogs leuk om te zien? Of zou het meer zeg maar een soort van gemaakte, ja... Nee. Want je bleef richting mij en de dingen die je zei. Goedemorgen, ik ga nu mijn make-up doen, want ik moet weer werken bij de Bijenkorf. For a change. En zondag heb ik een leuke, moet ik ook naar de Bijenkorf, maar dan niet om te werken, want dan gaat iemand me opmaken. Superleuk. Want je bleef richting mij en de dingen die je zei. Zo, ik ben klaar met werken bij de Bijenkorf. En het was een dramatische dag. Oh, ik hoop dat jullie mij goed horen. Ten eerste moest ik op een hele andere plek staan dan dat ik gewend ben. Nou, ik weet niet eens wat het was. Het waren gewoon allemaal bloesjes en alles. Dus ik kende daar nog helemaal niks. Dus het was super chaotisch. En ten tweede heb ik gewoon iets gedaan wat echt niet kon. Ik zag een klant in de winkel. En ik dacht dus dat hij iets aan het stelen was. Dus ik heb hem gewoon op aangesproken. Maar dat moet je dus nooit doen. Maar ik wist gewoon niet wat ik moest doen. En ik heb daar nooit iets over gehoord. Ik ben er niet eens over ingestudeerd of iets. En ik liep er gewoon naartoe. En ik dacht, ik confronteer diegene. Nou, ik schaamde me dood. Ik heb mijn excuses 2 keer aangeboden. En uiteindelijk wilde hij nog wel een jas kopen en zo. En was het wel goed. Maar ja, het is natuurlijk gewoon totaal niet chill. What the fuck? Maar ja, weet ik veel. Dan sta je in zo'n winkel, wat moet je dan doen? Het was ook een nieuwe afdeling. Ik weet dan gewoon helemaal niet wat ik moet doen. Ik dacht, oh mijn god, ik moet dat nu stoppen, zeg maar, als er iets gebeurt. Maar ja, blijkbaar moet je dat dan gewoon lekker door laten gaan. En dan wordt iemand in de gaten gehouden. Maar ik dacht, ja, dan raak ik hem straks kwijt of zo, weet je wel. Ik was eventjes in paniek. Nou ja. Ik ben nu in ieder geval klaar. En ik ga nu eventjes bij de... Hier, Bijenkorf. Ik ga nu eventjes bij de Zara iets terugbrengen. En of omruilen ook en ophalen. En dan heb ik vanavond nog misschien een vissa. Ja, vissa. Meer een drankje. Goedemorgen weer bij een nieuwe dag. Ik heb net gedoucht. Ik ben weer alle rommel achter me zelf aan het opruimen. Want als ik 1 keer de deur uit ga, dan is het ook weer gelijk een rotzooitje. Ik was gisteren met een aantal mensen afspreken via Amigos. Dat was ook dus mijn plan. Ik dacht dus, Amigos is een app. En dan kun je dus op. En ik dacht dus, ik ga elke dag met iemand vreemds afspreken en iets leuks doen. Maar die contacten leggen gaat echt een beetje langzaam. Dus ja, dat was een beetje mijn leuke idee voor de vlog. Maar dat is dus niet helemaal gelukt.
En gisteren heb ik dus ook niet gefilmd, omdat ja, je bent dan voor het eerst in een hele groep. Het is ook eerst even wennen en zo wat de vibe is. De volgende keer lijkt me wel leuk om te filmen, maar vanavond ga ik dat dus wel doen. Vanavond ga ik Glow in the Dark Midget Golven! Eindelijk! Daar heb ik zoveel zin in. En gisteren heb ik trouwens een berichtje doorgestuurd gekregen. Ik heb het ook op Facebook gepost. Van een meisje wat zoveel op mij lijkt. Oh my god, echt niet normaal. Gewoon, ik ga het even laten zien. Zij op mij, of wij op elkaar. Oh, maar het is een filmpje. Kijk dan even. Zo. Ja, oké, hier nu even niet. Maar in ieder geval, ze heeft echt futures. Waarvan ik dacht, ben ik dit? Maar ik was het niet. Ik was echt even, zeg maar, shocked the first time toen ik het zag. Maar super leuk, dus ik heb een doppelganger. En ze is Turks, woont in Istanbul. Zag ik op haar Instagram pagina. En even die puistjes. Ik heb dit met tandpas opgeslapen. Maar god, hier en hier. Nou, wij gaan. Ik ben samen met Lisan. Gezellig. Hey. We hebben net gegeten bij Dadawan. En we zijn nu door de stad aan het lopen. En we gaan nu Glow in the Dark minigolf. We zijn er al en hier beneden kun je dus bowlen. Ook vet leuk. Oh, dit is ook wel even een activiteit hier. En je hebt hier dus ook een escape room, maar dat durf ik niet op. Met allemaal deuren. Dat ziet er toch niet chill uit. We zullen het zien. Echt hè? Ik ben ook benieuwd. Wie heeft er gewonnen? Jij. Oh mijn god, maar met één puntje maar. Ja, als die laatste niet meetellen. Ja, we tellen de laatste ronde niet mee. Want we weten niet of het nou. We hebben allebei plus 2 gehaald in principe, toch? Ja. Wij gaan naar huis en lekker slapen. Zie jullie morgen weer. Goedemorgen, ik ben weer bij de Bijenkorf, maar dit keer niet om te werken. Of ja, ook soort van wel. Maar iemand gaat mijn make-up doen van Charlotte Tilbury. Met mijn Charlotte Tilbury make-up. Dus hier I am. Het voelt als een ijsbad. Ja, ik vind het echt super mooi. Mooi hè? Maar ik zit echt gewoon, hoe kan ik dit thuis in godsnaam gaan doen? Je kunt altijd nooit komen in de counter van Quick Track, ook vandaag. Voor de dames en heren op de vloer, de dames en heren die aan het winkelen zijn. Hier bij de Charlotte Tilbury counter. De Edition glosje daarin. Dat je we allebei heel mooi vonden. Oh. Love it. Dan weet ik het al. Ja, superleuk. Amazing. Ik ben benieuwd. Nou. Oh my god. Het is, welke dag is vandaag? Maandag 11 april. Ik ben net 2 seconden thuis. Ik moet werken bij de Bijenkorf. Maar ik was daar al. Maar
Je moet dus altijd een ID meenemen. En die was ik vergeten. Ja, ik heb dat ding niet, mijn paspoort niet elke dag in mijn tas. Dus moest ik weer terug naar huis. Maar goed, ik wil bij deze ook al de vlog afsluiten. Want straks moet ik werken tot 6. Dan ga ik alleen maar mijn vlog editen. En dan begint eigenlijk alweer mijn nieuwe week. Dus ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En ik moet eerlijk zeggen dat deze week vond ik het best lastig om te filmen. Omdat het echt een beetje repetitive werd voor mij, zeg maar. Herhalend. En, oh my god. En ja, ik probeer een beetje de fun erin te houden. En ik vind dat zelf wat makkelijker als ik bijvoorbeeld een shoplog maak of als ik iets ga doen. Maar ja, als ik dan, of als ik bijvoorbeeld slecht slaap, dan vind ik dat best wel lastig. En om mezelf echt te laten zien aan jullie. Om gewoon echt alles te laten zien. Want ik ben ook een beetje in de groei, zeg maar. Ik ben dingen van mezelf probeer ik te veranderen. En andere dingen probeer ik, zeg wel, wat meer. Ja, ik probeer gewoon wat meer uit mezelf te halen. Maar daarom vind ik het nog best lastig echt in te calculeren. Wat laat ik jullie nou zien en wat laat ik jullie nou niet zien. Want bepaalde dingen van mezelf wil ik natuurlijk ook afleren. Of wil ik een andere Sammy voor in de plaats. Dezelfde Sammy, maar dan net wat andere gewoontes. En bepaalde dingen niet. Dus dat is nog altijd een uitdaging. Maar ja goed, ik hoop dat jullie het toch leuk vinden om deze journey met mij ook door te maken. En dan zie ik jullie weer bij een volgende week. Oh ja, eerst een shoplog. Ik krijg nog een leuke Zara pasrokjes shoplog. Nou, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan hoop ik jullie tot de volgende video.